Breda Nu. Je weet het meteen. Wielervereniging Breda en Stichting Bredaanse Aangepaste Sporten organiseerden een wielerevenement voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Het evenement werd gehouden bij Wielervereniging Breda aan de Terheidenseweg. Harry, je bent van de organisatie BAS. Wat houdt dat precies in? De Bredaanse Aangepaste Sporten staat voor de mensen met een beperking te laten recreëren in de vorm van sporten en bewegen. Jullie organiseren ook altijd evenementen, net als nu zo'n wielerronde. Ja, waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, ik heb in 2003 heb ik de eerste keer een fast frame handbike hier laten rijden. Daar is een groep uitgekomen, 26 man, is helaas een beetje afgerafeld en ik ben vorig jaar weer opnieuw begonnen. En ja, we willen door dit evenement het weer een beetje gestalte te geven, zodat we volgend jaar mogelijk naar een NK kunnen werken. Kees, gefeliciteerd. Je bent de eerste winnaar van de ronde, hè? Ik was de eerste, ja. Ik had niet zo heel veel concurrentie. We hadden wel wat meer deelnemers verwacht, ook vanwege het goede weer natuurlijk. Maar ja, dat is misschien ook het tegenovergestelde. Dat de mensen toch met het goede weer ergens anders naartoe gaan. Maar ja, goed, we hadden gedacht dat het een voordeel was, maar misschien toch een nadeel. Ik ben er wel blij mee. Ja. Je hebt het zelf natuurlijk nou gedaan. Ja, hoe is het? Is het zwaar? Is het moeilijk? Nou, je moet het wel goed doseren. Ik heb het in het begin heb ik het. Ik ken een beetje de kracht van mijn clubgenoten. Normaal is er eentje wel eens sterker. Maar ik heb het een beetje tactisch gespeeld. Ik heb het in het begin rustig gehouden. Een keer tussen in het midden van de wedstrijd een beetje gedemareerd. Kwam ze toch weer terug. En de laatste ronde alles uit de kast. Hey Chantal, ik hoorde dat jij de beste was bij de dames vandaag. Ja, dat klopt. Ik ben eerste geworden bij de dames bij de aankoppel handbike race. Van Wielervereniging Breda in samenwerking met Stichting BAS. Ben je ver eerste geworden of was het nip aan nip race? Het was spannend, ja. Nou, ik had eigenlijk nog gehoopt dat ik Kees kon inhalen, maar het lukte net. Hij heeft echt alles uit de kast gehaald, zoals hij al zei. Dus het lukte net helaas niet. Hoe is het om zo'n evenement nu te organiseren? Wij hebben al een aantal jaren een handbike afdeling binnen de vereniging en een afdeling ID-rennen. Dus het leek ons een keertje leuk om ook voor die groep eens een keertje een wedstrijd te organiseren. Op de finale. Ik hoorde net van iedereen dat het zo zwaar is om te doen. Nou, dat ga ik zelf even checken nu. Ik ga in ieder geval even een rondje fietsen. Nou, beste kijkers, in ieder geval bedankt voor het kijken. En we hopen dat jullie volgend jaar weer mooi aankomen moedigen bij dit prachtige evenement. Doei! Breda Nu. Je weet het meteen.